Het ministerie van Defensie die heeft voor de tweede maal een veteranendag georganiseerd. En wij van TBN Prime Alert die zijn er ook geweest bij de Memrebuku kazerne, waar de veteranen toch een leuke dag hebben gehad. En dit allemaal georganiseerd door de leiding van het ministerie. Wij spraken over de veteranendag met bevelhebber Werner Kuasen, die ingaat waarom deze dag allemaal wordt georganiseerd. We hadden reden genoeg gevonden vorig jaar om de Veteranendag te introduceren. Omdat er een behoefte bestond bij de veteranen, bij de oudgedienden. Want dat bleek omdat we elk jaar alleen een gesneuvelde herdachten. En de vraag werd toen opgeworpen van ja, maar oké, het is heel belangrijk om ook de gesneuvelde te herdenken. Maar hoe staat het met de mannen die het gevecht hebben voortgezet? En ik heb dan samen met de staf van mij hearings gehouden. We hebben alle stakeholders betrokken. We hebben oudgedienden gevraagd hoe zij er naar kijken. We hebben de groep van gepensioneerde officieren ook betrokken en gevraagd hoe zij ervan vinden. En we zagen dat de meningen verschilden. Ik heb toen het besluit genomen om dit in te stellen sinds vorig jaar, want de behoefte bestond. Niet alleen vanwege de drang van de veteranen, maar het is ook een stukje geschiedenis die wij hiermee moeten garanderen. De Veteranendag is in het leven geroepen om één, ten eerste, de mensen die gediend hebben tijdens het conflict, maar ook in Haiti, om de mensen de waardering te geven voor hun bewezen diensten. Het tweede doel ervan is om de nieuwe generaties van militairen erop te wijzen dat de kenmerken die de veteranen beschikken of bezitten, dat wij ons moeten spiegelen aan deze kenmerken, zoals moed, durf, vaderlandsliefde en offerbereidheid. Dus dat zijn enkele kenmerken die deze mannen in zich hebben, waar wij ons aan moeten spiegelen. En een derde reden waarom we het ook moeten doen is om de samenleving bewust van te maken dat een broederstrijd niet nodig is. Want dat was het binnenlands conflict, het was een interne broederstrijd waar we allemaal dupe van zijn geworden. We zijn er wel wijzer van geworden en dat is ook de reden waarom we de Veteranendag hebben geïmplementeerd. Ja. En wat hebben jullie precies gedaan dat de dag toch meaningful is voor de mensen? Ja. Ten eerste, de boodschappen die we hebben gegeven aan de veteranen is dat we ze niet vergeten zijn. Dat we ze integendeel erkennen voor het werk dat ze ooit hebben verricht. En dat we ze uitnodigen op jaarbasis. Maar er zijn ook activiteiten door het jaar heen waar we enkele van deze veteranen nodig hebben. Voor bijvoorbeeld bij de opleidingen, daar hebben we veteranen die we soms uitnodigen als docent. En daar maken we echt gretig gebruik van, want dat zijn mensen die met kennis en ervaring zitten. En hebben de veteranen zich gebundeld, want dat zien we nu veelal bij grote organisaties, dat de veteranen, de gepensioneerden, zoals men dat populair zegt, dat zij zich bundelen om dan toch activiteiten voor hun te organiseren. Hoe is het hier met de veteranen? Binnen Defensie hebben we ook van deze groepen. Je hebt de veteranen, de groep van gepensioneerde officieren. Dan heb je dan weer een andere groep bestaande uit gepensioneerde werknemers van Defensie, dus zowel militair als burgerpersoneel. Dan hebben we dan ook de groep van ex-militairen. En er zijn ook andere kleinere groepen. En met deze dag proberen we iedereen te bundelen om dan gezamenlijk de veteranen, de belangen van deze groepen te behartigen. Ja. En binnen die defensieorganisatie, wie naast deze groep, zijn er nog andere groeperingen die roepen naar waardering en erkenning? Ja, dus nagenoeg al die groepen en ook nu wat we kennen als de VRM. Vereniging van Rechtspositie Militairen is ook een stakeholder geworden sinds ik denk 2 jaren terug, waar we echt volwassen relaties mee proberen te hebben. En door dialoog komen we uit de problemen. Door dialoog komen wij als leidinggevende tot het inzicht. Want we hebben niet overal ogen, dus ook zij hebben feedback die wij gebruiken. Vandaar dat ze een belangrijke stakeholder zijn. Dus alle groepen waar er geroepen wordt, we nodigen ze uit voor een gesprek en natuurlijk werken we met de ideeën die ze hebben. En bent u als bevelhebber tevreden met de opkomst? Ja, sowieso. Het is vorig jaar aangenaam geweest. Dit jaar is veel beter gemobiliseerd. We hebben zelfs iets van 30 man uit Nikeri. Want ook die hadden aangegeven vorig jaar te zijn verstoken van deelname. Dus ook die hebben we gefaciliteerd. En ik ben ook heel blij met hun participatie.
Maar ook andere groepen, die, zowel bij de officieren, is er ook meer. Het groeit. Het groeit. Ik ben blij dat u toch Nikeri hebt genoemd, want net toen ik door de zaal liep, zei een van de militairen of veteranen allemaal van, kunt u extra benadrukken dat ook veteranen uit Nikeri hier aanwezig zijn? Ja, absoluut. Er zijn ook veteranen, trouwens landelijk zijn er veteranen, maar de groep van Nikeri heeft zich wel mooi gebundeld. Dat is wel een pluimpje waard. Ze zijn ook regelmatig in contact met de Stichting Reïntegratie Ex-Militairen, waar er ook een nauwe band mee is. Vandaar dat het makkelijker voor ons was om de groep van Nikeri te mobiliseren. Los van een veteranendag bevelhebber, hoe zou deze doelgroep nog verder gebruikt, als ik dat woord mag gebruiken, of ingezet kunnen worden door de Defensieorganisatie? Nou, gebruikt worden niet. Maar wat we wel doen is dat we de erkenning blijven geven. Ik had in mijn toespraak ook aangekaart dat er veteranen zijn die uitgestroomd zijn. En toen zij uitstroomden waren hun rechtspositionele zaken nog niet afgerond. Een voorbeeld is ook dat de medailles voor trouwendienst niet werden uitgereikt vanwege de beperkte financiële middelen. En daar heb ik ook begrip voor gevraagd. Dus we kijken nog om. Een ander ding dat wij ook doen is dat we regelmatig aandacht schenken aan deze groep van ex-militairen, van gepensioneerden. We bezoeken regelmatig de instanties zoals ASEANA, de bejaardinstellingen, maar ook de ziekenhuizen. Daar gaan we naar waar militairen of gepensioneerden liggen. De instructies gegeven aan de sociale dienst om proactief te werken. Niet dat wij wanneer er hulp gevraagd wordt, dat we dan pas ontdekken dat er militairen of ex-militairen in de ziekenhuizen of de opvanginstellingen zijn. Dus door proactief te werken weten we waar de mensen zijn en die ondersteuning wordt toegegeven. Een voorbeeld wanneer bijvoorbeeld dit soort militairen of de ex-militairen of gepensioneerden vervoerd moeten worden naar een specialist, dan brengen we onze ambulance in beeld. Onze sociale dienst is echt proactief en dat is de instructie geweest, want deze mannen, ze mogen niet overgelaten worden aan hun lot. En wat we ook hebben opgemerkt, bevelhebber, is dat de leiding van Defensie, met u inbegrepen, ook heel veel het accent legt op sport. Ja, het is inherent aan het militair zijn. We kunnen als militair niet maken dat we niet in de fysieke gesteldheid zijn. Want wanneer de opdrachten komen, dan is vereist dat je een goede fysieke gesteldheid hebt. Want je gaat niet eerst je focussen op je gesteldheid, dan op de vijand of op het conflict of op de rampenbeheersing. Dus je moet in een fysieke gesteldheid zijn om de diensten te kunnen verrichten. Vandaar dat zwaar getild wordt aan de fysieke gesteldheid. En als de beelden die we viraal hebben zien gaan in Ismi van Wilgen Sporthal, ik kan dat niet nalaten om te vragen. Ziet u dat iets als is all in the game of zegt u dat het toch een incident is geweest? Ik moet lachen erom, omdat het is all in the game. Ten eerste, binnen de sportbeleving kunnen emoties oplopen. En dat heb je wereldwijd, ook nationaal, maar ook hier. Waar je juist dacht van dat het leger een gedisciplineerde organisatie is, dat we ons gewoon rustig houden. In het verleden had je altijd clashes. En omdat we weten dat bij dit soort sportevenementen clashes kunnen ontstaan, heb je voorzorgsmaatregelen. En dat is ook gebeurd op die ene vrijdag, waar we orde dienst hadden, waar de militaire politie, waar de inlichtingen of contra-inlichtingen ook aanwezig. En de dag is op zich goed verlopen, los van dat kleine incident. Ik bagatelliseer het niet, maar het is all in the game. En waar je sportbeleving hebt, kunnen emoties echt hoog oplopen. En dat is ook geweest. Ja. En dat weerhoudt jullie dus niet om verder te gaan met sportactiviteiten? We gaan gewoon door. We gaan door. Het is inherent aan het militair zijn, zoals ik eerder zei. Je moet als militair constant bezig zijn met sport. Ja. En wanneer ze straks, later op de middag, de poorten van de Memrebuku-kazerne verlaten, bevelhebber, wat hoopt u dat ze vooral meenemen van deze dag? Nou, dat vriendschap en kameraadschap blijvend is. Want ook vandaag, nadat ze elkaar na jaren weer ontmoeten, dat die vriendschappen en kameraadschap, dat alles weer bevestigd wordt. Er wordt genetwerkt onderling, want je hebt bijvoorbeeld collega's die ondernemers zijn, of je stelt voor er is een behoefte aan iets, wordt er onderling gedeeld met elkaar.
die vriendschappen, die banden, die moeten sterker worden. Dat is wat ik ook verwacht nadat ze van hier vertrekken. Ja. Dus terwijl we hier staan te kijken, lijkt het allemaal simpel. Maar ik denk dat er hier heel veel verhalen rondlopen. Ja, mensen met hun persoonlijke ervaringen, hun verhalen. Mensen die zich in feite voor land en volk hebben ingezet. Ja, wat wij hier hebben is een zee van ervaring en van wijsheid. Daar mogen wij naoorlogse militairen echt veel van leren. Vandaar dat dit soort evenementen ook worden georganiseerd. Want ik zei het ook in mijn toespraak, ervaring is de beste leermeester. Wij als jonge militairen moeten niet doen alsof we alle wijsheid in pacht hebben. Deze oudere mannen zijn een baken van wijsheid en kunde, waar wij constant terug naar moeten kijken.